Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuw filmpje van DJ Vosco. Oh, DJ Klomp, hoe moet ik zeggen. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan vanmiddag op pad, we gaan vanmiddag naar de politie toe. Want de politie, ja, daar ben ik uitgenodigd. Want het komt eigenlijk zo. Ik zal muziek even wat zachter zetten. Ja, ik zit Family Guy te kijken. Maar hoe komt nou dat ik vanmiddag bij de politie op visite ga? Is namelijk dat ik daar vroeger al kleins af aan ben mee in aanraking ben gekomen. Ik heb namelijk vroeger in de basisschooltijd nog een spreekwoord gehad over de politie. En toevallig is het zo dat de vrouw die toen mij geholpen heeft, die werkt daar nog steeds. En daarbij krijg ik een rondleiding door het nieuwe bureau. Want het leukste is, het bureau was tijdelijk leeg daar op, aan de Heerdeweg. Want dat was namelijk zo dat de politie daar aan het verbouwen waren. Dus ze waren aan het verbouwen. Dus ze zaten eigenlijk naast mijn school. Daar ben ik toen een paar keer geweest. En vanaf vandaag ga ik er weer heen en krijg een rondleiding. En misschien dat ik nog wel even in de politieauto mag rijden. Misschien dat er nog een sleutel in zit. En dan wegrijden. Nee. Maar goed, wat gaan we verder doen? We zijn al bezig met de updates van de computer. Ja, het is een beetje rotzooi op tafel. Maar in ieder geval, de stream doet het nog even niet. We zijn wel mee bezig om de stream vandaag proberen nog in de lucht te krijgen. Als dat niet lukt, dan is het vanaf morgen weer de stream. 6 februari is het carnaval. Wordt de carnavalsoptocht hier gefaseerd gehouden door de Rosmedarpers en door de carnavalvereniging van Epe. Die dag, vanaf 10 uur, wordt live vanaf deze locatiefase, aan de Krugerstraat, wordt dan de uitzending non-stop carnaval hits gedraaid. En dat kan je luisteren via www.klompenboervos.nl. Daar kan je dan de hele dag luisteren naar de nieuwe carnaval hits, oude, echt van alles, echt hele mooie muziek. Dus zet je radio dan laptop gewoon aan en dan ga dan gewoon luisteren. Ga naar klompenboervos.nl. Dus 6 februari is er dus natuurlijk gewoon is de hele dag carnaval. Vandaag proberen we de computer nog aan te krijgen. Hij is bezig met updates. Maar ja, dat weet je van tevoren. Updates duurt wel vrij lang. Ik zou zeggen, maak er een mooie donderdagmiddag van. En jongens, en wij spreken elkaar. Hey, hoi!